Ik ben nieuwsbladjournalist Janko Beekman en tijdens de kerstdagen mag ik cadeautjes uitdelen. Samen met Frankie van der Elst ga ik op bezoek bij enkele van de grootste namen uit de Jupiler Pro League. Vandaag zijn we op bezoek in Brugge bij niemand minder dan Hans van Aken. Welkom bij deze Shotcast special. Welkom bij Jingle Balls. Dag Frankie, dag Hans. Hallo. Dag Janko. Frankie, de eerste vraag is voor u. Jij speelt vandaag een halve thuiswedstrijd, want we zitten in Westkapelle aan de kust. Ja. Beschrijf eens, waar zit u exact? Wij zitten in de living room. Dus het spelersroom, denk ik, mogen we wel zeggen, van Club Brugge. En er staat een poolbiljart waar ik dus straks al mijn kunsten heb getoond. Tegen... Mocht wel, echt wel kunst, want je waart wel echt heel goed. Ja, ik was te goed voor jullie, dus spijtig. En dan ook nog darts, een beetje modern. Hè. Het is een soort café eigenlijk, een beetje. Ja, maar het is vooral, ik vind het wel een gezellige ruimte. Mooie kleuren ook, hè, Janko, ja. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, mooie logo's. Het was hier nog groen, moet ik zeggen, want dat zijn de kleuren van Shotcast. Ja. We hebben dat voor Hans even aangepast. Ja. Maar dat kunnen we niet maken, en groen. Nee. Dat kunnen we inderdaad niet maken. Is dat kan het, toch niet. Ook dus de plaats waar de spelers vaak samen zitten, Hans? Hoe gaat dat juist? Echt vaak samen zitten, niet. Daar is eigenlijk ook niet zoveel tijd voor. Ik denk dat wij... we zitten hier langs voor het ontbijten. En daarna komen wij meestal met... 4, 5 spelers hier heel wat poelen, een beetje darten. Wachten totdat we kunnen beginnen met pre-warming up. Ja. En dan is gewoon training en alles, eten. En sommige jongens die misschien geen vrouw hebben of geen kinderen, die blijven hier nog dan zo rond 2 uur nog wat, ook nog wat poelen hangen. Nog wat hangen. Je hebt hier nog een PlayStation hier op groot scherm. Oh, hij zit daar in dat kastje. Die hebben ze verstopt voor ons, dat is jammer. De mensen die graag willen zien waar wij precies zitten, dat kan, want wij zijn ook op YouTube te zien vanaf nu. De mensen zullen dan ook meteen zien dat er een lichte kerstsfeer heerst in onze studio. De feestdagen, Hans, dat jij een fan van kerstmis? Jawel. Ik vind dat wel een leuke periode om nog eens gewoon samen met de familie te zijn die wij toch niet al te veel zien. Ik zeg het de ouders wel, maar dan vooral de tantes, nonkels, neven. Ja. Die ziet je minder, omdat de afstand gewoon redelijk ver is en ook het programma van september tot december gewoon heel druk is. Dus vind ik het leuk om iedereen nog eens te zien en bij elkaar te hebben. Lekker eten. Wat eten jullie dan? Want ja, dit is kerstvoetbal ook natuurlijk, dus je moet dan... Wanneer gebeurt dat? Komt de familie echt de 24e of de 25e? Ik heb bijvoorbeeld morgen al gewoon bij mijn thuis, met mijn broer en met mijn ouders. Morgen al, dus dat is dan 19 december? 19 december, ja, omdat het dan de 24e en 25e al redelijk... druk bezet is en je hebt de familiefeestjes natuurlijk van de vrouwenkant en mijn kant. Dus wordt altijd een beetje gekeken wanneer het past. Dus morgen eentje en dan 24 en 25 ook nog eens bij de families. En jij kookt dan? Ik dek de tafel op. Ah, dat is een plan, zoiets. Ja. Zoiets. En afwassen misschien daarna. Maar ja. Nee, aan het eten, daar kom ik niet te veel aan. Ik geniet vooral van het eten. Maar is het dan opletten wat dat geeft, toch? De keuze? Of zeg je gewoon, eten op zich dagen... niet, maar drank zou ik dan wel eerder laten. Maar het eten is op zich is meestal gewoon een stuk vlees. 26 december. 26 december is nog een match. Ja. Op 25 december gaat, dan is het een stuk vlees met... misschien toch wel een paar kroketjes. Dat mag je wel. En één glaasje wijn of zo dan? Misschien, ofwel één glaasje wijn of gewoon één glaasje aperitief of zo. Maar daar pas ik dan... alcohol vind ik dan toch wel... daar let ik dan wel mee op. Ja. Over profvoetballers bestaat het cliché van die hebben alles al. Wat vraag je dan nog voor kerstmis eigenlijk? Dat is heel moeilijk. Ik denk daar altijd... En ze vragen ook al... 2, 3 weken nu aan mij wat ik wil hebben. Maar, soms heb je zo nog eens iets nodig in huis of kom je zo eens iets tegen waar je denkt van oké, dat kan ik vragen. Maar dat moet dan ook toevallig net die 3, 4 weken voor kerstmis gebeuren. Want als het al 6 maanden geleden is, ga ik niet wachten op kerstmis. Nee, dat is nog wel lang net. Is dat dan ook zo? Bij ons is dat zo met een app, Drone Names. Drone Names, ja. Is dat bij jullie ook zo? Bij één kant van de familie, van mijn papa, is dat ook Drone Names. Ja. En dan is dat voor een bepaald budget dat je voor één iemand... Eén iemand iets koopt, dus dat is altijd... Ik vind dat wel spannend, eerlijk gezegd. We doen dat nog maar een paar jaar. Spannend. Wie heeft je getrokken, maar je kunt dat niet vertellen natuurlijk. En zo, je wilt dat dan wel weten. En je wilt dan zo subtiel dat te weten komen. Maar, ik vind het moeilijkste vooral altijd, waar moet ik op mijn lijstje zetten? Dat is met mij meestal het dilemma, maar nu is dat... Ik denk,
zet dan meestal een fles wijn op of zoiets. Ja. Voor een, na die laatste match. Dat ik de dag erna nog daarvan kan genieten. Goed. Genoeg over kerstmistijd om het over voetbal te hebben. Mijn eerste vraag is altijd, hoe goed kennen jullie elkaar? Want ik denk dat elke gast die we gaan hebben deze week wel een link heeft met Frankie van der Elst. Jij zeker? Ja, ik heb zeker een link. Hè. Dus is mijn trainer geweest voor 2,5 jaar of zo. Ja, zoiets. Zoiets. Ja. Hij heeft er mij bijgehaald. Ik denk niet de volledige 2,5 jaar. Niet. Bij Lommel, was je er al mijn eerste jaar? Dat denk ik niet. Hè. Nee, ik ben volgens mij ook pas in januari of zo daar volledig bijgekomen. Dus hij heeft mij bij de eerste ploeg in Lommel erbij genomen. Ik ben echt ook nooit echt basisspeler geweest onder Frankie. Dat steekt toen hij vertrokken was. dat doet pijn. De volgende trainer had het wel gezien. Frankie is ook analist geworden. Ja. Oh. Nee, ik heb de fout gedaan om toen naar Sint-Truiden te gaan. Waarom? Waarom? Ik had dat niet mogen doen, maar achteraf gezien. Hè. En ik heb dat al verteld. Je krijgt die aanbieding. Ik twijfelde daar eerlijk gezegd wel zelf aan. Maar zo'n beetje met Gert en met Mark, hè, Gert Vrij, Mark de Grijze, die mannen zeiden, Fox, dat is toch eerste klasse, hè, je moet dat doen. Maar ik twijfelde daar voor mezelf wel aan, dus ik had dat eigenlijk niet moeten doen. Dat was na 5 matchen in de eerste klasse, waren er 5 matchen gespeeld, in de tweede nog een paar, denk ik. Maar achteraf gezien was dat geen goede keuze. Beter uw gevoel gevolgd. Ja, ik had dat jaar nog zeker nog moeten uitdoen bij Lommel. Dat ging daar eigenlijk wel goed. En dat was ook plezant om daar te zijn. Dus ik had moeten wachten. Wat jullie ook gemeen hebben, is een verleden bij Club Brugge, mogen we wel zeggen. Jij gisteren uw 600e wedstrijd gespeeld als prof, Hans. Proficiat ervoor. Dank u wel. 420 voor Club Brugge. Als je nu een hele carrière moet gaan kijken, welke match springt er voor u het meeste uit? Ja, daar had ik u beter op laten voorbereiden. Ja, daar had je mij wel. Mocht er een paar noemen ook, hoor. Als ik zo trek, dan... Je bedoelt bij Brugge alleen? Of? Nee, het mag overal zijn. Dat debuut onder Frankie van der Elst bij Lommel mag ook. Ja, nee, maar met Lokeren op Anderlecht. Ja, met Lokeren op Anderlecht. Debuut. Dat is ook wel een wedstrijd die heel vaak... Als ik mensen tegenkom of die ik niet ken, dat is een match die altijd aan mij een soort van gelinkt wordt. Ja, dat snap ik wel. En waar het dan veel over gaat. Bekerfinale natuurlijk, ook met Lokeren gewonnen. Denk dus je hoogtepunten zijn bij Loker. Nee, maar ik ben chronologisch aan het gaan. Dan hebben we ook nog de kwalificatie in Hull City met Loker. Dat was ook een hele mooie. En dan bij Brugge, vooral de eerste kampioenenwedstrijd thuis tegen Anderlecht. En dan nog een aantal Champions League-wedstrijden, vooral denk ik, in Real Madrid, thuis PSG, in Monaco, de eerste dat we 0-4 gaan winnen. In Porto recent, dus... Ik denk dat en alle kampioenenwedstrijden uiteindelijk, hè, de 4 keer eigenlijk een kampioenenwedstrijd gehad. Eén keer was leuk met dat corona. Je kunt zeggen, hè, alle kampioenenwedstrijden, dat kan ook niet iedereen. Hè. Ja, nee, maar één keer was het niet, hè, met corona. Ja. Toen zijn we gewoon uitgeroepen als kampioen uiteindelijk. Mm. Maar die andere 4 kampioenenwedstrijden waarin dat je het haalt, zijn allemaal speciaal. 5 keer kampioen, Frankie? Ja. Niemand doet beter? Nee, niemand doet beter. Zijn er een aantal die ook 5 hebben. Dus het zou wel mooi zijn. Dan moest Hans en Mechelen hebben. Brandon kan er ook 6 van maken. Dus dat zou fantastisch zijn, toch? Of niet? Zeker, dat is uiteindelijk is het doel. Ja, ik heb nog contract tot 2027, zag ik deze morgen. Ik was dan toch even gaan opzoeken. Frankie is voorbereid. Dat is nog een hele tijd. Hè. Dat is nog eigenlijk lang genoeg om nog zeker eentje En ook de meeste matchen. Oké, ik heb dat nu voor club, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel. Maar daar gaat hij ook makkelijk over gaan, hè, want het is al 420. Dat is toch... We hebben dat ook eens bekeken. Is dat niet in de 600 ergens? Of zo? Nee. Als je de oefenmatchen meerekent misschien. maar goed, dat is die met van RWDM erbij. Dat zijn altijd profwedstrijden. Maar daar gaat het makkelijk over gaan. Ja. Ik heb aan perschef Kirsten beloofd dat we het niet te veel over de actualiteit gaan hebben. Nochtans niet zo slecht, gisteren met 2-0 gewonnen van AA Gent. Maar de perschef is hier niet meer, dus ik kan er toch even van profiteren. De eerste seizoenshelft van Club Brugge, Hans. Punten op 10, hoeveel zou je die geven? Oeh. 7 op 10. Dat is beter dan ik had gedacht, want er heeft toch een tijd... Ja, maar ik denk dat hij de opdeling maakt. Hè. Europees is natuurlijk wel heel erg goed. Ze zijn door in de beker. Dat is heel goed. Dat is inderdaad de doelstelling die je hebt. Ja. Kampioenschap vind ik dan...
Nee, er zijn er, is minder, hebben we te veel punten laten liggen, dat sowieso. Maar uiteindelijk, als je ziet van plaats 2 tot en met 7, staat het gewoon heel kort bij elkaar. Je hebt enkel Union die er wat bovenuit steken. Voor de rest staat het heel kort bij elkaar. En dan zie je ook dat iedereen die punten wel ergens heeft laten liggen. We hebben dat dan in een één periode gehad eigenlijk, waarin dat het dan minder was. Maar voor de rest, ook nu gisteren weer 2-0 gewonnen tegen Gent. Dus we zijn nu in een goede reeks bezig. En okay, het zijn nu nog 2 matchen voor kerstmis en voor nieuwjaar. Als we die goed, als we daar 6-6 kunnen pakken, zal ik maar zeggen, dan zijn we erbij. En dan zit je inderdaad door in Europa met zelfs die ronde al verder door groepswinnaar te zijn. En ook in de beker. Dus dan zit je op je 3 doelstellingen eigenlijk op schema. Een degelijk eerstrapport wel. Ja, want ja, wel. Bij ons, bij de pers, in de media, heerst dan wel eens de teneur van er is crisis geweest bij Club Brugge, die is nu voorbij. Maar als ik u zo hoor, hebben jullie zich nooit echt zorgen gemaakt? Hè? Nee, maar ook omdat ik vond dat in die periode waarin we punten lieten liggen, waar we bijna nooit de mindere dan van de tegenstander. En konden die resultaten ook anders draaien, zoals dat dan misschien de voorbije weken, waarin dat het wel ons voordeel is, ook wel anders had kunnen draaien als het soms wat tegen zit of het geluk niet altijd aan uw zijde staat. Maar dan zeggen ze weer dat het wind gaf. Dus in die periode dat we het niet hadden, dwongen we het misschien ook gewoon niet af. Maar we spelen wel realistischer de laatste tijd, denk ik. En dat was misschien daarvoor een beetje... Ja, een beetje minder een hecht team op het veld. Terwijl dat nu wel is. En dan zie je dat je gewoon... Maar daardoor wordt, ook veel wedstrijden kunt winnen. Daar wordt nu heel fel op gehamerd, over dat realistischer voetballen. Want ja, gisteren 2-0 bij de rust, de tweede helft. Mm-hmm, ja. Buiten de eerste minuten, waar ik nog de indruk had van... Ja, ze willen Gent nog op eigen helft houden, eventueel een derde maken. En dan... Maar goed, dat is maar... Dat is niet echt geluk. En dan hoor ik de coach die zegt van ja, we wilden meer balbezit houden. Dat vind ik dan toch wel een beetje jammer dat je, ook het publiek begon wat te morren, dat je dan niet doorgaat voor die, ja, voor die derde te maken. Dat is ook wat ik na de match eigenlijk ook gezegd heb bij de interview. Dat ik vond dat we de tweede helft gewoon niet, ja, daarin niet goed genoeg waren. Er lag zoveel ruimte en zoveel mogelijkheden om, zeker om die derde gewoon al te maken. Dat is, ja. Was ook al een beetje het geval tegen Standaar, hè? 2 weken geleden? Of niet? Dat is al lang geleden. Ja. moet ik al eens goed aan nadenken. Zowel. Nee, maar gisteren vooral tegen 10 man. Ik vond dat we soms ook gewoon hun nog te veel aan de bal lieten. Ja. En gewoon meer druk moeten opzetten. Dan, normaal met 10 tegen 11 mocht je daar niet zo meer zo gemakkelijk onderuit voetballen of tot op ons helft geraken. Ja. Maar wat ik wel vind, is van balbezit houden vind ik op zich wel nog met momenten goed. Je moet soms gewoon... Ja, op hun helft en laat ze maar 2-3 minuten achter de bal lopen. Ja. Dat gaat hun geloof ook wel helemaal... Dat is er te weinig geweest, toch? Ja, dat is er te weinig geweest, daarom. En ook gewoon te veel slordigheden in de tweede helft, waardoor we veel te makkelijk die bal verloren. Ja. En ja, dat is ook traditioneel een periode van reflectie, van terugkijken. Als je nu naar heel het jaar moet terugkijken, moet je wat positiever te maken. Wat is dan voor u persoonlijk een hoogtepunt? Voor heel het jaar? Ja. Oei, weinig. Ja, op zich, ja. Nee, ja. Vorig jaar hebben we uiteindelijk met geluk nog play-off 1 gespeeld. Waardoor dat we dan direct ook dat Europees ticket wel hadden. Ja. Dat was eerder een opluchting. Ja, inderdaad. Ik kan me eerlijk gezegd al een week voorbereid dat we dat play-off 2 zou worden. Dat zou raar zijn. Hans van Aken in play-off 2... Nee, maar goed, Gent heeft het gewoon laten liggen. Hè. Ja. Dankzij Oostende is dat wel gelukt, maar inderdaad, dat was nipt. Maar hou je daar op de een of andere manier rekening mee dat je in min of meer hetzelfde scenario zou kunnen terechtkomen? Dit jaar? Ja, dat je zo... Ja, zoals het er nu naar uitziet, zit het heel kort bij elkaar. Ja. Ja, zoals we de reeks die we nu aan het neerzetten zijn, als we zo doorgaan, dan zou er normaal makkelijk bij moeten zijn. Ik ga er niet van uit, op dit moment al sinds, dat we play-off 1 zouden missen. Het zou ook gewoon niet mogen. Nee, natuurlijk niet. Maar ik wil maar zeggen, het is wat je zelf zegt, ligt dicht bij elkaar. Niet alleen in de stand, maar ook de kwaliteit op het veld. Dan heb ik het gevoel dat... Union hangt daar een heel stuk boven. Maar ook de kwaliteit op het veld van de ploegen, van de topploegen. Er is veel of weinig verschil, hè. Ja, dat klopt. Dus dan is het zaak van die wedstrijden te winnen, zoals gisteren bijvoorbeeld. Hè. Als het kort bij elkaar ligt, om toch
ja, toch uw momenten te grijpen als ploeg. Mm-hmm. Want het ligt inderdaad Corbeen. En ja, zelfs tegen Union bijvoorbeeld, die match waarin we eigenlijk ook helemaal niet goed waren, komt je toch op 1-1. En op dat moment had ik echt het gevoel dat we die 5 minuten beter waren ook. En dat we terug... Ik had het gevoel dat we er nog over gingen gaan. En dan, ja, ja, dat, dan valt uiteindelijk toch nog die 2-1. Dus zelfs tegen de ploeg die er dan nu zo bovenuit steekt, heb je toch het gevoel dat er toch eigenlijk iets mogelijk was. Terwijl dat je... De kwaliteit is er wel degelijk. Ja, goed. Ja. Je zei het al, nog 2 wedstrijden voor de winterstop. Is er iets waar jij zelf naar uitkijkt, naar die winterstop? Zo even geen wedstrijden moeten spelen? Dat is altijd leuk, hè. Gewoon een beetje tijd ook om mentaal en fysiek gewoon even te rusten. Maar voor de rest, we hebben gewoon heel veel matchen gehad, hè, tot nieuwjaar nu. Het gaan er 4 of 35 zijn, denk ik. Die conference league er nog bij, natuurlijk. Ja, met die voorrondes allemaal. Dus dat is een zwaar half jaar geweest, dus dan is het wel goed om even 1 week, 8 dagen denk ik dat we hebben, wat helemaal niks is. Waarschijnlijk wel 2 of 3 keer gaan lopen, maar ik kan hem wel goed gebruiken en beetje kan ook wel gewoon van genieten. Ja. Ja. De winter, de kerstperiode, is ook de periode van de gouden schoen. Dat is nog iets dat jullie gemeenschappelijk hebben. Allebei 2 gouden schoenen gewonnen. Ik wilde vragen, voor wie hebben jullie gestemd? Maar Hans, jij mag blijkbaar niet stemmen. Nee, als ex-winnaars mogen stemmen, maar niet actief spelende spelers. Dan weet je al wat ik ga vragen. Op wie zou je stemmen als je wel mag stemmen? Ja, ik vind dat heel moeilijk, omdat ik vind... Vooral in de tweede ronde, ik denk in de eerste ronde gaat er heel veel naar Antwerpen gaan natuurlijk, die de dubbel genomen hebben. Toby die daar die winning goal maakt en een heel goed jaar gehad heeft. Dus ik denk dat heel veel stemmen naar hem gaan zijn en misschien ook al gewoon genoeg gaat zijn om die gouden schoen te winnen. Ja. En de tweede ronde, ja, zeg het, vind ik, zijn heel veel goede spelers op de Belgische velden, maar ik vind nu niet direct iemand die er dit half jaar zo bovenuit steekt om te zeggen, zo op die stemmen. Meestal gaat je dan kijken naar topscorer of iemand die veel betrokken is bij doelpunten of eender wat. Maar het gaat inderdaad zeer verdeeld zijn in de tweede ronde, waardoor Alderweireld, die heel veel punten gaat hebben in de eerste ronde, zal genoeg hebben aan 1 stemronde, min of meer, om de gouden schoen te winnen. Ja. Maar ja, je kijkt dan om te stemmen inderdaad. Wie heeft er veel goals gemaakt? Vertongen vind ik ook wel een goede eerste seizoen zelfs spelen. Dus die gaat ook wel punten hebben, denk ik. Een beetje naar vergelijking met Alderweireld dan. En hoe dat hij daar ook achterin de boel leidt. Die ploeg ook bij de hand neemt. En dan is Tamura, denk ik, ook Vermeeren misschien. Ja, zeker naar de Champions League. Ook al is dat, vind ik, een beetje minder dan vorig jaar, maar we hebben het er net over gehad. Wat nieuw is, springt meer in het oog dan iets dat al een tijdje zit op te kijken, natuurlijk. Als ik dat thuis zeg? Maar nee. Als je dat thuis zegt, dan pak ik niet meer natuurlijk. Nee, maar dat 42 jaar. Moet je al een keer denken, hè, Janko. Maar niet in de podcast zeggen. Nee, ja. Je zegt altijd over jezelf, Frankie. Ik heb 2 gouden schoenen gewonnen. En ik vind dat een correct aantal. Ja. Ik vind bijvoorbeeld Jan Keulemans heeft er 3 gewonnen. Die staat boven mij. Ja. Is Hans een type speler dat er toch nog een derde verdient? Niet per se nu, maar in zijn carrière wel? Nee, maar dat is het gevoel dat ik heb over mijn carrière, Janko. Ja. Dus ik heb zelf ook met de kastje gespeeld. En ik zou dat op de een of andere manier niet juist gevonden hebben. Moest ik, dus ik had een derde kunnen winnen. Ik heb op 2 of 3 punten na had ik een derde kunnen winnen. Maar toch ben ik daar niet rouwig om. Omdat ik vind, in mijn hoofd klopt dit. Zo de verhouding, de kastje was gewoon een betere speler dan ik. Veel uiteindelijk belangrijker geweest, ook voor de club, hè, door... Door welke speler dat hij was. Dus ik vind dat klopt. 2 voor mij, 3 dan had ik gedacht, evenveel als de kastje. Ik zou het daar op de een of andere manier, zou ik dat in mijn hoofd gedacht hebben van nee, dat is eigenlijk niet juist. Denk jij er ook zo over na, Hans? Nee, totaal niet. Vanaf nu maar ik vind wel het wel een mooie vergelijking, maar ik kan moeilijk daarover meespreken, omdat... Je hebt ook niet genoeg misschien nog meegemaakt. Nee, dat snap ik inderdaad ook wel. Ik vraag me ook altijd af. Ik heb geen enkele trofee in mijn carrière gewonnen. Of toch geen noemenswaardige. Als je zo 2 gouden schoenen hebt, waar zitten jullie die? Waar staan die? Bij mij in de living. Op een... hoe moet ik dat zeggen? Op een dressoir.
Ja, kast. We hebben bijvoorbeeld de tv en daarlangs een zo legger, zeg maar. Ah ja, zo'n schabbekes, ja. Schabbekes. Ja, dat is een schabbekes. Schabbekes, hè. En daar staan ze op. Nee, bij mij staan ze op de schouw, ja. Zo, alle twee. Eentje links, eentje rechts. Ja. Linksvoetig, rechtsvoetig. Is dat altijd links en rechts, ja. Oh, ik heb dat, ik heb de tweede keer met een linker gegeven. Bij mij is dat wel nog eens... Ik heb de gouden schoen gewonnen 3 dagen of 4 dagen voordat we op Anderlecht speelden. Ja. En toen scoorde ik daar die hele mooie goal met links. Ja, dat is juist, ja, die volley. En toen won de winning goal ook nog met links. Dus ja, toen dacht ik, nu moet ik, nu moet ik de links nog even afgeven. Ja. Ja. En is er af en toe nog iets, want ik weet van Frankie, onlangs is Sinterklaas geweest, die steekt hij dan een wortel in en zo. Hoe vaak zat je nog met die schoenen bezig? Is er af en toe zoiets toch gaan vastpakken en zeggen van, allee, dat is een gouden schoen. Ik heb ooit een toernooitje voetbalmanager gewonnen bij de vrienden van Meet. En ik ga soms nog wel eens kijken van, allee zeg, er is best wel 2 gouden schoenen, moet dat toch nog anders zijn? Ik betrap me er eigenlijk op dat ik daar helemaal niet naar kijk zelfs. Oh, nee. Nee? Allee, om. Alleen als je het stof moet afdoen, dat je er zo niet eens over gaat. Ja, dat is mijn vrouw. Dus, ja. Ja. Die staan daar, joh. Je loopt daar gewoon langs. Zoals, dat is gewoon zo. Ja. Dat is, ik denk dat ik daar misschien na mijn carrière misschien meer belang aan ga hechten of meer waarde aan ga... Nee, maar ja, dat is een mooie trofee en dat is fantastisch om dat te winnen. Maar... Ja, je gaat dat niet, je blijft er niet mee pronken. Hè. Dat is zo... Het is misschien maar goed dat ze hem nooit aan mij hebben gegeven. Ja, ja. De gouden schoen niet bekroond, de beste speler van de Belgische competitie. Hier aan tafel zit iemand over wie ze ooit een nummer hebben geschreven. Dat klonk als de meest onderschatte speler van het veld. Hans, wie is volgens u de meest onderschatte speler uit de Belgische competitie? Het mag een ploegmaat zijn, maar liever een tegenstander. Oef, meest onderschatte. Zo iemand aan wie de mensen niet meteen denken. Jij komt ze tegen op het veld, dus je kunt dat beter inschatten dan wij. Dat is wel weer gehad, maar dat is weer iets wat ik maar beter kan. Je straks zo'n nummer, dan zal ik vorige keer altijd voor aan het doorsturen. Dat zijn zo van die dingen dat ik... Als ik in de eigen ploeg ga kijken, dan zou ik al direct denken aan Brandon bijvoorbeeld. Ja, die met die toch veel... misschien te veel kritiek krijgt dan. Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat iemand is die gewoon altijd zijn match speelt, altijd gewoon een goede, correcte verdediger is. En... dat toch wel soms iets te weinig belang aan gegeven wordt. Ja, maar dat is ook mooi. Omdat hij al zo lang speelt. Hè. Op de lange duur ben je een meubelstuk. Hans is ook snel iemand die kritiek krijgt. Ja, dan gevraagd van, moet hij uit de ploeg, gaat het beter draaien zonder Hans? Dus, ik ken Frankie zien gaan ergeren trouwens. Ik erger me daar niet aan, maar ik vind dat een beetje kortzichtig altijd. Ja. En bij Mechelen is dat juist hetzelfde. Dus die jongen speelt nu al lang, 10 jaar, ik zeg zomaar iets. In de eerste ploeg is 5 keer kampioen geworden. Dus ik veronderstel, er zijn verschillende trainers geweest. Is altijd, vaak werd gedacht, oh, nu gaat hij eruit gaan. Mm-hmm. En iedere keer is het toch Brendan Mechelen die er staat. Dus dat is niet zomaar. Hè. Dat heeft een reden. Een reden bij hem is, dat is oerdegelijk. Hè. Dat is goed. En ook geconcentreerd. Dat is iemand die enorm geconcentreerd staat te voetballen. Kan nog een goal maken met zijn kop. Dus ik vind dat inderdaad wel iemand die af en toe wel... wordt onderschat, ja. We hebben het nu heel veel over u, maar over Frankie wil ik het ook wel eens hebben. Wat voor coach was Frankie eigenlijk? Want ik ben er iets te jong voor om dat heel bewust te hebben meegemaakt. Je had hem ook moeten zeggen op voorhand. Ik heb hem natuurlijk, vooral als trainer, gehad op trainingsdagen dan. Want ja, bij wedstrijden speelde ik nog veel bij de belofte toen op dat moment. Ja. Maar gewoon iemand heel rustig eigenlijk. Ja. Een rustige, coole trainer die... naar mijn weten, maar 1 keer... dat wist ik. Dat... 1 keer uit zijn krammen geschoten is. Wanneer dan? Een bekerwedstrijd op Veldwezel, denk ik. Ik was toen, ik denk, 16e man of niet. Ik was... Of zelfs niet in de selectie. Dat moet je niet te veel zeggen, dan. 16e man, dan denken we, dat kan. Dat kennen ze niet meer, zelfs tegenwoordig, 16e man. Nee, dat is waar. En wat is er toen gebeurd misschien? Ja, nee, toen... ik weet niet, tijdens de rust was het... Ik weet niet, stonden we achter Ik denk dat we 1-0 achter stonden tijdens de rust. Ja, of gelijk. Maar door een blunder eigenlijk van... hoe heet hij niet meer? Van Peter Thijs? Pieter Thijs. Pieter Thijs, ja. Schoonbroer van Dennis Odoi. Ja. Ah, oké, okay, klopt. En als zeg jij het mogelijk. Ja, ik was niet aanwezig in de kleedkamer op dat moment, maar wel in de gang van de kleedkamers. En ik hoorde hem toch... van redelijk ver roepen wat. Ik kan niet zeggen wat, ik hoor gewoon geschreeuw.
Maar zo kende ik hem niet alleszins. Maar? Het heeft opgebreid. 1-2 gewonnen. 1-2 gewonnen. Dat was donderspeeches. Het heeft wel eens afgedaan. Ja, ik heb me er echt niks bij voorstellen. Ik heb alleen wel ooit de persconferentie met KV Oostende gezien, maar toen was het zelfs niet razend dat was, kwaad. Dat was mijn lommel. Dat was op Oostende tegen KV. Maar het was meer uit een vorm van teleurstelling of zo, door hoe de tegenstander reageerde, denk ik. Dat was geen pure woede. Zullen we niet meer te veel aan. Wij wonnen met 2-4. En we waren, oh ja, goed. Hij minimaliseerde het allemaal een beetje. Dus ik had gezegd dat we eigenlijk wel goed speelden. En verdiend hadden gewoon een beetje bla bla bla, hè, Janko. Na de match. Die persconferentie. En hij ging daar tegenin. En ik werd kwaad, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vond het mooi om te zien. Jij vindt dat misschien mooi om te zien, maar ik zie dat niet graag terug. Over jezelf is dat niet zo fijn om dat terug te zien. Hè? Nee. Wat voor speler was de jonge Hans van Aken? Was dat al, kwam die binnen en dacht je meteen van dat is een toekomstig winnaar van de Gouden Schoen? Ja, nee. Dat natuurlijk niet. Maar je zag wel dat hij heel goed kon voetballen. Hè? Hele goede techniek. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Goed loopvermogen ook al toen. Hè? Ik herinner me nog, als we fysieke test hadden daar op de piste, was dat ook al bij de betere. En dat was toen 16, 17. Goede techniek, rechtop. Geen balverlies, in een positiespel, balbezit, geen bal verliezen. Ook vaak wedstrijden winnen. Dus nee, je zag wel dat iemand was met veel talent. En ik zag ook bij de beloftematchen, dat heb ik ook al dikwijls gezegd, hij speelde op de 10, een beetje zoals hij nu voetbalt. Met Serigioni, dat was een snelle spits. Hij is ook nog in de eerste ploeg gekomen van Lommel, naar Dino Leuven gegaan. En dan was dat iedere keer hetzelfde. Hans kreeg de bal en paf, Hans in één tijd een bal diep. En Serigioni die was altijd weg. En is makkelijk als coach. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, maar dan zag je ook al voetballen in één tijd. Zag het wat sneller dan de rest. Dus de uitvoering en zo was ook al de uitvoering wat dat je later hebt gezien. En als... Maar natuurlijk nog niet Hans lang, een beetje smal, een beetje zoals ik was als jonge gast. Allee, nu nog eigenlijk. Ik ga niet maar zeggen. Ook, hij heeft aan zijn lichaam gewerkt, dus dat is allemaal een natuurlijke evolutie. Hmm. Maar nee, ik zei niet op dat moment van, amai, dat is, die gaat bij club spelen en die gaat kampioen worden en een gouden schoen. Nee, maar goed, van wie kan je dat wel zeggen op die leeftijd? Van eigenlijk niemand. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je zag wel... wat hij er later op dezelfde manier voetbalde en hij wel. Ja. En als mens, je zei er net voor opname toen Hans er nog niet was, heel droge humor. Ja, dat vond ik wel. Ja. Ik, niet dat ik met hem zat te babbelen en over de grond rolde van het vlakken. Maar als je zo in een kleedkamer kwam en je hoorde opmerkingsjes, want zo gaat dat in een kleedkamer, dan hoor ik wel vaak Hans iets zeggen. Ik zei dat niet tegen hem, van oh ja, tof, dat hoor ik. Ik dacht, ja, dat is wel... Dus wat zo kennen de mensen hem ook niet. Hè? Nee, dat is wel. Nee, en dat was ook wel een vraag, want je zei heel sympathiek in de omgang, voor alle duidelijkheid. Was Hans op het veld een vervelende speler? Niet voor u als coach, maar voor de tegenstander bedoel ik dat meer. Oh, in die tijd nog niet. Nee. Nog niet? Maar ik denk sowieso niet. Ik heb eigenlijk nooit echt problemen met tegenstanders. Nee. Het is niet dat jij iemand zei dat een tegenstander veel jint of zo. Nee, totaal niet. Ik heb eigenlijk nooit problemen met tegenstanders. Ik denk dat ik altijd respect heb voor tegenstanders en tegenstanders voor mij ook. Ja. Alleen scheidsrechter, dat is soms iets moeilijker. Ja, dat is... Die zullen mij wel misschien iets vervelen. Zag jij veel tegen de scheidsrechter? Als het moet. Hè. Als het moet. Als het nodig is. Op training vroeger. Op training ook, ja. Maar ik ben gewoon een puur... Werd jij scheidsrechter? Nee. En, ja, ik toen nog niet. Ook. Bij Oostende zo. Maar dat is een ambetante man. Erbitter spelen op training. Ja, dat is niet plezant. Maar ik ben iemand die ook echt heel goed... qua regels op training, als je positiespelletjes doet, en het is bepaalde regeltjes soms, van één tijd, twee tijden, of je moet eerst zoveel passen geven voor... en als dat niet zo is, ja, dan... Er mag niet vanaf gewerkt worden, dat is waar. Dat snap ik wel zo, dat is onrechtvaardig. Allee, voilà, dat is ook wat ik tijdens een match bij scheidsrechters heb, als ik me voel dat het onrechtvaardig is. Als er een fase gebeurt wat fout is, en twee minuten later aan de andere kant hetzelfde, wat geen fout is, dan voel ik me... Ja. Benadeeld. En dat vind ik dan snap ik niet waarom dat je dan wel fluit en dan niet. En het gaat soms over kleine dingen, maar daar stoor ik me soms aan. En als je dan na de wedstrijd bijvoorbeeld ziet dat de scheidsrechter toch
het bij het rechte eind had. Ga je dan ook nog u excuseren bij de maar rest? Maar dat kunnen we niet zien na de match. Zo snel hebben we die beelden niet of dingen niet. Maar ik ben ook... Eenmaal als ik terug in de kleedkamer kom, dan kan ik misschien nog eens zeggen van oh, god, wat doen we die fasen of zo. Maar het is ook snel weer voorbij. Ja, en die speelde gisteren tegen Gent, in de heenwedstrijd in Gent. Was er dat... Het is ondertussen een bekend fragment van u, dat je het Gent-publiek even gaat toespreken, zou ik het noemen. Toelachen. Dat is toch ook een beetje jennen? Ja, maar dat was puur het moment eigenlijk. Omdat net, ik denk, 30 seconden ervoor, een minuut ervoor, waren ze mee aan het Hanske Jeannette of zo aan het zingen. En dat, net op dat moment viel hij gewoon. Moest dat 5 minuten later gebeurd zijn, denk ik dat er helemaal... Dan had ik dat totaal niet gedaan, maar dat was net het moment dat gebeurde. Ik heb dat ook eens gehad. Thuis tegen KV Mechelen. Hoe dat? Dat was de eerste match na nieuwjaar. Ik had de gouden schoen gewonnen. Uh-huh. En ze stonden 0-1 voor en... Ze waren aan het roepen, waar is die gouden schoen? Nee, maar dat is echt waar. De kant van het zwembad. En er kwam een bal en ik denk dat de kastje was. Ze legde hem achteruit en ik shot hem binnen in de hoek van net buiten de 16. Net waar dat de supporters van... Toen waren nog niet die hoge tribunes. Nee, dat is meer beneden nog. Ja. En ook daar... Net, ze hadden dat net geroepen en net daar maak ik die goal. En ik had dan ook zo, ging dan ook zo, een beetje zoals Hans. Ik denk niet dat ik zo lachte, maar wel zo van, ja, hier is hem. De gouden schoen, dat gaat erop geroepen. Maar dat is iets wat ik ook niet besefte op dat moment. Ah, wel, heb je er dan achteraf spijt van als je dat terugziet? Nee, spijt niet, totaal niet. Nee. Helemaal niet. Ik vind dat ook moet kunnen. Ik zeg, het is puur het moment waardoor het gebeurt. En voor mij is dat na de match ook... Ja. Vergeten, maar toen zei iemand van de ploeg zei, ja, maar je moet het fragment met geluid bekijken. Ja. Maar ik dacht, geluid? Ik zei, ik heb helemaal niks gezegd of geroepen. Dus op dat moment besefte ik eigenlijk totaal niet dat ik zoiets... Ik riep ook niet veel, het was gewoon... Of zo. Ja, ik kan het niet imiteren. Zo van, ja, hetzelfde eigenlijk. Van, ja, nee, waar zitten nu? Zo, ja. Maar ik zei, het was geen volzinnen of zo, zal ik zeggen. Nee, dat zou ik het zeker niet doen. Dus, ja. Ah, wel, dat is best Vlaanderen. Ja, nee. Maar voor mij kan de mens, Hens van eigenlijk weinig verkeerd doen, en dat meen ik oprecht, want ik heb ooit Davien Overhulst geïnterviewd voor school, goede vriend van u, mag ik wel zeggen, denk ik. Die heeft een dochtertje dat zwaar ziek is geweest, en Davien vertelde mij dat jij wel een van de ploegmaats waar toen bij Lokeren, dat niet vaak, maar echt dagelijks naar het ziekenhuis ging benaderen. Ja, dagelijks niet, maar toch wekelijks. In die periode misschien dan, toch wekelijks, om die te gaan bezoeken. Ja. Dat zegt ook wel iets, natuurlijk. Is dat iets dat je voor alle ploegmaats doet, of van waar komt dat? Ja, sowieso. Ik denk dat we zijn samen toegekomen in Lokeren. Ja. En we hadden vanaf het begin eigenlijk een goed contact met elkaar. Alleen de vrouwen kennen elkaar nog niet op dat moment. Ja. En dan is wanneer was dat? Dat is redelijk snel gebeurd al in het seizoen. Ik denk november of zo. Wij kwamen thuis en hoorden dat nieuws. En toen zeiden we ook tegen elkaar van we moeten sowieso er naartoe gaan. Ja. En dat was moeilijk, want ja, dat was een zwaar verdict voor Davino en zijn vrouw en het kindje natuurlijk. En dat vind ik dan ook het minste wat je kunt doen. En ja, dat was de eerste keer dat emotioneel natuurlijk. En gaat dat veel over het kleintje, hoe het is en wat er eigenlijk nog allemaal moet gebeuren. Maar aan de andere kant hebben we dan ook wel eens geamuseerd. Je wilt ook niet de hele tijd verdrietig zitten doen. Ja, we zitten wel een leuke avonden hebben. Dus dat hebben we ook ervan gemaakt. Maar dat vonden we wel een beetje onze plicht om dat te steunen. Ja, dat snap ik wel. Zit jij in het algemeen iemand die binnen zo'n ploeg makkelijk vrienden maakt? Want al die dat zorg, je hebt er nog wel in het profvoetbal, toch? Jawel, maar ik denk dat ik ben wel iemand die met iedereen gewoon goed overweg kan. Ik zeg niet dat iedereen hier in de kleedkamer mijn beste vriend is. Ik kan ook niet, denk ik. Ik kan met iedereen babbelen, ik kan met iedereen overweg. Als eender wie mij zou vragen om iets te gaan eten, zou ik meegaan. Dus ik heb eigenlijk volgens mij nog nooit een ploegmaat gehad waarvan ik dacht van, ja, u moet ik nu eens echt niet. Alle chance. Maar dat kan, hè. Het zou kunnen, hè, dat iemand niet moet of dat iemand echt niet graag hebt, maar... Ik wou zeggen, ik heb ook van die collega's, maar dat is helemaal niet waar. Dat wordt hier uitgezonden, dus zullen we maar niet zeggen. Heeft ge... Zo op de baas zit daar. Guillaume Maman is ook aanwezig in de studio. Ex-Club Brugge-watcher. Is dat ook wel eens hebben geïnterviewd, zeker? Ja, sowieso. Ik ken hem nog. Van ziens toch. Ja. Fijn. Hij heeft mij eens verteld dat hij ooit blijkbaar zo spelletjes heeft gespeeld met je gezelschapsspelletjes, maar dat interview volledig in het 100 is gelopen. Maar daar moeten we misschien na de aflevering nog even over hebben. Ja, ik kan me niet direct herinneren. Memorabel. Welke? Winterslangen.
Op winterstage in... Ah, met Kaga en met Jelle. Ja, met Jelle. Met Jelle heb ik veel spelletjes gespeeld. Hè. Jelle Vossen, dat is ook een goede vriend van u. Ja, ik ben ook Peter van zijn tweede dochter. Ja. Dus, nou, twee Limburgers. Hij is dan ook hetzelfde jaar eigenlijk hier aangekomen als mij. Ja. En dat klikte direct. En ook, ik zeg het, veel samen spelletjes spelen. Zelfde humor, droge humor. Dus... Ja. Dat klikte en dat klikt nog altijd. Dus ik kom nog aan toe bij elkaar thuis en is iets eten. Dus het is gewoon alleen maar fijn om zo te hebben. Maar natuurlijk ook, we wonen nog altijd hier kort bij elkaar. Ja. Als iemand, een goede vriend, natuurlijk in het buitenland gaat spelen, dan wordt dat contact altijd iets minder. Je kunt nog wel eens WhatsAppen of FaceTimen, maar uiteindelijk het contact wordt altijd iets minder. Ja. Over Jelle Vos, we hebben die ook ooit in de podcast gehad. En die zei toen dat jij echt in elk spelletje dat je speelt ongelooflijk veel geluk hebt. Klopt dat? Dat snap ik dat hij dat zegt, maar is het dan nog geluk? Als het altijd dat zo vraag is? Ik me dan eigenlijk aan u vraag. Jij zit erbij, wij niet. Ja, het zal... Ik heb soms wel geluk nodig om spelletjes te winnen, maar geluk ik heb toch altijd het gevoel, als je blijft winnen, kan niet altijd... Dat je goed zit. Kan niet altijd geluk zijn. Hè? Wat spelen jullie dan zo wel? Vroeger spelen we ook vaak dubbele king kaarten als we met vier zijn op de bus bijvoorbeeld. Ah, hier bij Club Brugge ook. Ja, hier op Club Brugge ook. Toen hij was ook nog. Maar dan bijvoorbeeld op de kamer was Jatse op iPad tegen elkaar. Jatse. Jij ook vaak gespeeld, Frankie? Ik heb dat een tijdje thuis gespeeld. Ah, thuis, niet met de ploegmaat. Mijn vrouw had ook altijd heel veel. Jij ik ben ook er ook mee gestopt. Ben er gestopt. Ik werd er aan de tand van. Maar ik vind dat wel mooi. Dus bij de Rode Duivels en zo nu ook. Er wordt ook nog altijd gedubbele kings onder meer. Wat waren in uw periode zo de spelletjes die gespeeld werden, Frankie? Ook dubbele king, hè. Ah ja. En hoe, ja, ik ken niks van kaarten. Manillen, denk ik niet zo. Dat is zo op het café. Ja. Manillen. Dat heb ik moeten leren. Ken ik er niks van. Dubbele king, ja. In het begin, als ik op de club toekwam, Birger Jensen, De Kajje, René Verheijen en ik denk Alex Kwerter. Dat was een tafel. Ja. Alle vier ontsmoor, heel troker. Ik dacht, wat is dat hier? Ja. Echt waar. In Saint-Paul gingen we dan in afzondering, in knokken. Mannen. En is dat voor geld dat jullie spelen, of niet? Wij spelen wel voor zat wel een beetje geld om, maar niet... Maar dat is niet... is niet dat je daar... Het is niet voor plezier, maar het is... toch om nog iets om ja, iets, voilà, dan moet iets altijd te spelen, iets opzitten om het toch een beetje spannend te maken. Ja. Ik heb al gezegd dat jullie heel veel gemeenschappelijk hebben. Twee gouden schoenen, verleden bij Lommel, bij Club Brugge. Ik heb ook wel ontdekt, wat jullie niet gemeenschappelijk hebben, is jullie muzieksmaak. Ik heb is Hans van Aken ingegeven in Spotify. Je hebt er een account. En de afspeellijsten waren De Toppers in concert, denk ik. En iets van Moose Bar. Dat is wel helemaal iets anders dan Frankie van der Elst-stijl, denk ik. Ik heb er nog nooit van gehoord. Bij Moose Bar zeg ik nu weer zelfs... Moose Bar is niet, dat is geen groep. Hè. Dat, is een, dat is meer een après-ski soort van muziek. Die teleurstelling in zijn blik. Paul Sever stond erbij, onder meer. Willy Sommers. Ja, dat is vanuit mijn jeugd. Hè. Die ken ik natuurlijk wel. Hè. Dus ik, ja, nee, maar ja, dat is waar. Al die hits vind ik geweldig. Nederlandstalige, slager, carnavalmuziek. Ik ben ook voor Nederlandstalig. Ja. Ja. Normaal gezien, ja. Die gingen Frankie en ik vandaag naar het concert. Ik ook... Nou, waar gingen wij vandaag, Frankie? Ja, we gingen normaal door de warmste week. Dat begint, zoals je weet, in Brugge. Mijn collega Janko, enorme fan van Pommelien Thijs. Die komt het is daar vanavond. Echt? Echt, ja. Over het laatst was het, wat was dat? Podcast Festival in het casino van Oostende. Ja. En Pommelien Thijs was daar ook, was niet normaal. Hij zei, ja, je moet een foto en een selfie. En mislopen, hè, dat is het ergste. Dat is toch waar? Ja, hebben ze gezien dan. Ja. Ik had een truitje, een voetbaltruitje. En ik dacht, als ik nu een foto met Pommelien trek, wil je toch er een beetje deftig uitzien? Niet in dat voetbaltruitje, het was er een van Bilbao nog, dat is een mooi truitje. En dan, ja, je weigert in eerste instantie en dan daarna niet meer teruggezien. Zou je naar het zand gaan voor de warmste week? Wij gaan. Ik en Simon gaan woensdag. Ah, oké. Okay. Maar dan speciaal voor een groep of gewoon om daar voor Studio Brussel misschien niet? Nee, we hebben sowieso ook met de club een aantal acties gedaan voor geld in te zamelen. Ja, dus we gaan de cheque afleveren. Dus dat is eigenlijk... Maar het heeft niks te maken met de groepen die er komen op woensdag. Ah, nee, wie komt er? Nee, maar wij hadden gedacht... We zullen een keer zeggen wie dat er dus vanavond komt. Pommelien Thijs, Reggie.
Dus ik loop de mm-hmm. week af en ik vraag me dan af... Wat heb je van week zo gaan? Wanneer dat je zou gaan. Dus vanavond, Pommelien Thijs. Ja, dat is... Reggie, ik had graag gegaan met Janko, maar goed. Je moet Janko, hard werken, je moet er nog een paar specials Janko, opnemen. Ja. Okay. Dus morgen is het Clouseau. Er zijn er nog, hè, maar Clouseau en Omdat Het Kan en Average Rob. Woensdag is het West-Vlaamse avond. Misschien daarom dat jullie ook woensdag gaan. Met Brihagne, Toffa Commerce, onder andere. Donderdag Barrett, Deus en Lost Frequencies. Vrijdag is het Portland en Meteor. En ook nog Joost, maar Joost ken ik. Ik ook niet. En op zaterdag is het Frauke, Nederlandse. Zwange regie, ik zou zeggen. Gaan. En dan All Star Studio Brussel. Zeg het maar, Hans. Mai. Donderdag, Deus. Ik zou eerder voor Clouseau gaan, denk ik. Zou morgen gaan, dus Clouseau en... Je kunt twee dagen gaan ook, natuurlijk. Dat kan ook, maar... geen drukke planning. Geen Deus van? Nee, of zwanger regie? Hij zoekt nog volk voor donderdag, legt hij ermee. Ja. Ja. Nee, ik zoek geen volk. Het zal volk ook zijn. Donderdag is dag voor de match. Ja, over spelletjes gesproken, Hans. Ik heb er ook eentje voorbereid. Ik heb een paar dilemma's voor u. Dat is simpel. Ik geef het dilemma. Jij mocht gewoon kiezen, een woordje uitleg geven. FIFA of Fortnite? Fortnite. Hoe werkt het eigenlijk juist? Ja? Fortnite is eigenlijk gewoon een spel waar je zit eigenlijk met 100 spelers op een soort eiland, zeg maar. Een spelding. En je zit een manneke waar, mm-hmm. en je moet de andere afmaken. Oh, en je moet zelfs als laatste overblijven. Maar ik speel dan vroeger in teams eigenlijk. Dus je kunt met vier vrienden, met drie vrienden dan eigenlijk spelen. En ik deed gewoon mee voor... sociaal contact ook een beetje voor te... Ja, want ik heb ook gelezen dat jij twitcht blijkbaar ook. Nee. Ah, dat klopt niet, want het staat ergens op het internet. Dat moet je dan laten corrigeren. En wat is dat, Twitch? Ja, dat is dat je eigenlijk... Dat je eigenlijk speelt en dat terwijl film toe dat je daar aan het spelen bent. En dan kunnen mensen u volgen dat je aan het spelen bent. Ah, tof. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb alleen één keer Fortnite gespeeld, terwijl dat ik een GoPro van Club Brugge. Ah, en dat was toen, tijdens corona, mochten we dan filmen waarmee we ons bezig hielden. En dan, is dat dingen? Griezmann viert op een bepaalde manier. Ja, dat was dat iets soms, van Fortnite, heb ik ooit eens gelezen. Ga je het overwogen om dat ook te doen, zo'n dansje? Nee. Zou het niet zo heel soepel uitzien. Dat heb jij gezegd. Steak of pasta voor de match? Voor de match. Dag voor de match? Of? De avond voor de wedstrijd. Ja, steak. Altijd? Ja. Dat, ik heb dat gelezen in een stuk van collega Koen van Uitvinden. Ik eet heel vaak... Natuurlijk, als je om de drie dagen speelt, dat is niet altijd. Nee. Toch regelmatig biefstuk friet, dag voor de match. Frietjes ook? Ja. Allee, en is het dan bijgeloof gewoon? Ja. Misschien een soort van, maar... En wat zeggen ze ervan hier? Ze gaan het niet graag horen, denk ik. Maar het zijn wel frietjes van de frituur. Het zijn er in de airfryer. Ah, dus dat is iets gezonder waarschijnlijk. Ik deed dat vroeger ook wel eens. Maar dat was puur uit zenuwachtigheid. Zo... Ik ging dan naar de frituur nog. Een pak friet halen. Ja, bij Carlo. Ja, dat is echt waar. Ik zat dan zo... toen was dat naar de radio luisteren. Hè, er waren nog geen podcasts. Ja, en je moest dan zondag voetballen. En dan nog een beetje... Allee, je kreeg stress of zo. En van de stress ging ik een frietje halen. Dat is een goede excuus. Maar ja, maar die altijd... Maar ja, dat is toch geregeld gebeurd. Ja. Ik kon me dan toch niet inhouden. Allee, op een of andere manier. Bij Anaïs van het Fruitkot. Het is niet van de stress bij mij, maar ik heb gewoon iets van waar je goed bij voelt. Als je je daar goed bij voelt, een dag van de match dat eten of één dag wel. Of zelfs een dag van de match als je liever iets hebt wat anderen niet eten. Hoor. Ja, maar vroeger, ik ben opgegroeid in een periode dat je nog zo'n buffsteak krijgt. Dag van om 11 uur. Hè. Op RWDM, dat is echt wel een mot van een buffsteak, man. Zag over de maak zijn. Drie groenten erbij, wortelen, witloof en nog wat boontjes. En puree. Hè. En dan als dat op was, nog ik weet niet hoeveel komen fruit. Ja. Dat je daar nu over nadenkt. Hoe konden wij lopen, bij manier van spreken? Echt waar. Tja, maar dat vind ik nu wel lastig. Bijvoorbeeld die half twee wedstrijden, als je zo'n 10 uur, 10:30 moet eten. Moet je echt veel eten ook? Niet veel, maar ik krijg om 10 uur geen pasta of geen, dan moet je kip pasta of eten. Rijst om. Vind ik dan is het lastig. Toch wel goed dat er een diëtist is, nee, die kan zeggen, kijk, zoveel van dit, zoveel van dat. Zo. Ja, op zich dat wel, maar je moet eigenlijk toch wel een goede maaltijd hebben voor te kunnen spelen. Maar om te zeggen, ik ga er al kip om 10 uur of pasta bolognese, vind ik...
Vind ik altijd een moeilijk, vervelend uur om, te eten. Snap ik. Een pintje of een chocomelk? Dat ligt er al wanneer, hè. Na de match hadden ze altijd chocomelk en na training ook. Direct na de match ook? Ja. Dat is mijn ja, soort shake, hè. Ja. Voor de anderen is dat zo... water of melk met van die poeier. En bij mij is dat gewoon chocomelk. Ja. Is Mark Vertonghen dan ook uw favoriete kampioen? Ja, sorry, die moest ik. Ja, niet per se mijn favoriete kampioenpersonage, maar kampioenen kijk ik wel heel graag en dagelijks. Ik zie je dagelijks? Ja, dagelijks. Hè. Ja, ik herinner mij dat Jelle Vossen, die zei dat ook in de podcast, dat hij echt dialogen uit de kampioenen gewoon kan nazeggen of naspelen. Wesley Sonkok. Ja. Wesley die kan dat ook gewoon. Ik ga ook gewoon, als ik naar bed ga, en we kijken soms in bed nog wat tv, maar net voordat ik, als ik zeg, nu ga ik slapen, zet ik een aflevering van de kampioenen op. En dan zet ik mijn timer van tv op een half uur. Ah, die uitvalt. En dan ga ik gewoon liggen. En ook, maar terwijl ik luister, weet ik toch wat er aan het gebeuren is. Je moet niet kijken. Dat is ongelooflijk. En dan ook nog soms lachen. Ja. Ik denk dat Jelle Vossen zelfs aflevering opzetten in zijn auto. Ook zonder te kijken. Gewoon podcastgewijs luisteren naar de kampioen. Ja, maar ik moet ook wel zeggen, ik kijk ook wel vaak opnieuw naar programma's. Nu niet zo vaak naar de kampioen, denk ik. Maar... toch eens doen, nog eens dan. Ja, vaak ook wel Vlaamse series. Daar ben ik ook wel fan van. Ja, ik ook. Vlaamse series. Ik vind dat we heel veel goede dingen hebben. Dus, Nog dingen recent gezien, Vlaams? Recent. Knokken of. Knokken of, met Pommelien Thijs. Knokken of. Gewoon een tweede seizoen. Ja, undercover, met Ferry daar. Dat is ook goed. Vlaams-Nederlands eigenlijk een beetje. En je hebt ook in Eindhoven gezeten bij PSV. Klopt, dat was nu al wel even geleden. Zo lang geleden. Maar, maar de kampioenen blijft. Dat blijft vooral. Cultureel erfgoed. Ja. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb ook nog een paar luisteraarsvragen. Eentje van Staf Dalleman. Zou Frankie jou uit de match kunnen houden? Ik heb nooit zien spelen. Hè? Ja, ik meer een vraag van Frankie. Hè. Dat zou niet makkelijk zijn, hè, want je moet constant in doorgaan. Ik heb dat vroeger gedaan, hè, Janko. Dat heb ik al dikwijls gezegd. Hè. Ik heb mandekking gespeeld. Qua Lozano? Ja, Lozano. Laudrup ook? Ja, dat was geen mandekking. Maar die stond bij mij in de buurt, een nationale ploeg tegen Denemarken. Dat was redelijk pijnlijk, moet ik zeggen. Maar je zou er je werk mee hebben. Hè. Toen wij, de Gert en ik, bij KVO waren... dan kreeg Jordi van Lerbergen de opdracht om op Hans te spelen, hier op de club. Hans moest ook lachen. Dat kan ik maar zeggen. Ja, Jordi had problemen, maar dat gaat nu niet over Jordi. Maar het is niet simpel, hè. Iemand die zo slim is in het spel om die echt helemaal uit de match te houden. Dat is niet... Want je moet al zien dat hem zelf niet scoort, maar je mag hem niet te veel ruimte geven, want anders geeft hij, zoals gisteren, een balletje er binnen door. Dus ja, je mag nooit op je bent nooit op je gemak. Hè. Dus dat is zeer... dat is, vermoeiend. Je moet geconcentreerd zijn, dat is zeker vermoeiend. Jij wist het ook nog, dat Jordi je wat gemandikt doet? Ja, maar dat is gewoon het feit, omdat ik Jordi natuurlijk kende, omdat hij van... ik denk dat hij kwam van bij ons. Uitgeleend toen, zeker? Uitgeleend, ik denk het. En... ja, ik merkte direct na één minuut dat hij dat moest doen. En zeg je dat niet tegen hem? Ik weet niet, er zal wel iets gezegd zijn. Ik denk niet direct, maar toch wel na 10, 20 minuten. Maar ik had ook direct het gevoel van, Jordi is niet het type dat zo goed gaat kunnen. ik weet niet. Slechte keuze van ons. Goede speler, daar niet van. Maar om dat te doen, dacht ik echt van... Ja, en hij was dat... Dat was dat, goed, achteraf gezien, met heel veel recul. Ja, heeft daar de dingen ook niet voor, Jordi. Hè, dat is gewoon het type speler waar je soms aan denkt. Van zoals Haroun, vroeger Kevin Geurens en zo. Als ik dat toen vanaf minuut 1 dat wist, dan wist ik ook van, die gaan echt goed. Die gaan dat wel kunnen en die gaan dat lang volhouden. Dus het is gewoon echt wachten op een moment dat je toch eens... Misschien wat, dat ze wel niet attent zijn, maar bij Jordi had ik dat gevoel toen... Gewoon direct niet. Ja. Is dat de pittigste man, denk je, Haroun? Pittigste man, denk ik. Ja. Maar dat is gewoon ook iemand die gewoon ook kan blijven lopen. Dus eender wat je doet, die kan 90 minuten lang achter je aan. En die gaat nooit ook niet het laatste kwartier moeilijkheden hebben om dat vol te houden. Dus dat is zeker niet gemakkelijk. Maar ik kan het alleen maar vanuit mijn perspectief zien. Ik weet niet hoe dat voelt voor de volger, of hoe moet ik dat noemen.
hoe dat, dat voor hun is om dat, om dat te doen. Maar je hebt ook soms, alleen nu wordt dat zo goed als bijna niet meer gedaan, af en toe nog een keer op Hans en misschien nog wel een keer op iemand. Maar vroeger werd dat heel veel gedaan, maar dan werd er ook wel gezegd van kijk, je volgt hem, en, maar je mag er ook eens over gaan, je mag er ook eens, ja, want hij doet bij balverlies niks, maar ja. Dan kun je ook nog iets aan de bal zelf doen. Dan krijg je meer voldoening dan alleen maar 90 minuten lang te lopen en te gaan en te staan waar dat degene gaat wat die je moet dekken. Dan zou ik wel iets hebben van Gamma. Ja, doe maar. Als je verliest, ben ik wel veel. Ja, ik heb dat ook een keer mezelf gedaan tegen Lozano. Ja. Dus ik onderschepte een bal. Ja, en dan de neiging van oké, je onderschept hem en je hebt wat ruimte en je gaat door. En ik deed een 1-2 en het was Hugo Broos, echt waar. Bij Anderlecht die net voor de 16, die een 1-2 net verrijdelde. Dat is baal. En Corbrom was coach. Hè. Ja. Hey man, ik kreeg onder mijn voeten tijdens de rust. Die zei van, je moet bij Lozano blijven. Ik heb niet gezegd... Niet denken aan voetballen. Nee, gewoon, ja, echt waar. En ik was toen nog jong. Dus ik krimpte helemaal weg in de kleedkamer. Maar ik kreeg gewoon onder mijn voeten. Maakte bijna een goal. Allee. Bijna. Maar ik kreeg gewoon onder mijn voeten, want ik deed niet wat mij was opgedragen. Mandekker, zware stiel. Sinne van Ekke, die vraagt, waarom trap jij dit seizoen de penalties niet meer, of toch de voorbije weken? Omdat we iemand hebben die het heel goed kan. Ja. Ik denk dat heel simpel is. En vorig jaar heb ik er een aantal gemist. Toen heb ik ook een aantal andere gelaten. Toen zijn er wel nog een aantal gemist, uiteindelijk, denk ik. Ja, ik ben ook niemand die dat per se moet nemen. Je staat er niet zo. Op niet van, ik wil die per se zelf trappen. Nee, ik heb niet maar gaat dat met een lijstje, Hans? Of ja, is gewoon, ja, is een lijstje. Dus ja. Thiago staat 1, jij 2. 1 en 2. Zeg maar, Thiago, daar wil ik wel nog eens verder over op ingaan. Ja. Ik heb een afspraak met Kirsten Gein. Gisteren, echt heel erg goed. Mm-hmm. Het is een heel andere speler dan in het begin van het seizoen. Ja, klopt. En ook gewoon... In alle aspecten, denk ik. Hè? Want in het begin scoorde hij ook nog wel regelmatig, maar vond ik het aan de bal en ballen bijhouden was allemaal wat moeilijker. Ja, misschien ook gewoon aanpassing aan, maar aan de ploeg. Zag je dat al aankomen op training, Devo? Maar ik vind gewoon dat hij al vanaf het begin... Het is gewoon een ongelooflijke werker. En vanaf het moment dat hij ook bij ons tekende of zo, was al voor juni bekend of zo, ik weet niet. Toen ben ik in juni nog bij de Nationale Ploeg geweest en Jan had tegen Ludo Goretz gespeeld dan in de conference of zo, denk ik. En het lastig had en die zei ook van, ja, dat is echt, echt wel een stevige, houdt een verdediging bezig. Dus, toen Jan dat zei, vond ik dat ook al wel positief en geruststellend. Oké, dan denk ik dat je zo'n jongen ook wel even tijd moet geven om zich aan te passen aan, ik weet niet, aan alles misschien, aan cultuur. Ja, alles aan het niveau van de competitie. Dingen. Dus, maar ik vind zijn werkethiek en alles... Hij bleef gewoon altijd zijn ding doen en ervoor gaan. Als je ziet hoe hij druk zet en zijn intensiteit op wedstrijden en ook op training. Ja. En dan inderdaad die dingen van ballen bijhouden en dat, zo'n dingen, dat kon allemaal beter. Maar ik vind de laatste wedstrijd echt heel goed. Dat is echt sterk, echt heel goed. Ja, dus, en misschien ook gewoon vertrouwen van al die, ook die goals te maken. En ook het vertrouwen te krijgen van elke wedstrijd ook gewoon te mogen spelen. Ook niet onderschatten. En misschien ook die penalties. Hè. Dat kan ook misschien zijn van laat hem maar trappen. Hè. Je krijgt die vertrouwen van en daardoor kan hij ook groeien. Dus... Ik vind het veel belangrijker dat zo'n jongens door een penalty misschien vertrouwen krijgen dan dat ik ze schiet. En voor mij mag het eigenlijk... Maakt die goals anders ook wel. Jij moet niet meer wakker liggen van hoeveel goals en hoeveel assists dat je maakt. Nee, zo'n jongen voor een echte spits is dat wel belangrijk. Dan zet je wel een kapitein als je op die manier denkt. Ja, ik las daarover tats van de Saar ook bij Gent. Als het ging over, ik weet nog niet over welke spits, Orban of zo. Of. Zou er eens kunnen. Hè? Ja, nee, ja, die zei ook van ja, normaal moest ik de penalty's geven, maar ik heb hem laten geven omdat hij, dat kan hem er wel helpen. Ja. Dus. Dat is mooi. Ja, zo moet je eigenlijk denken. Hè? Ja, absoluut. Een vraag van heel veel mensen. Droom je nog van het buitenland of wil je voor altijd in Brugge blijven en de nieuwe Frankie van der Elst worden? Hoeveel jaar moet ik dan nog? Ja, nog langer. Nee, maar ik zag dat je hebt contract tot 27. Ja. Dat is toch nog een hele tijd. Dat is nog... Toen ik met West Ham daar
vorig jaar, denk ik. Welke dat keer? Dat er was. Ja, vorig jaar heb ik een nieuw contract getekend voor 5 jaar. En ja, dus zoals ik altijd zeg, ik ben gewoon super gelukkig hier. Qua ploeg, qua leven, qua doen. Mijn gezin is hier zeer heel gelukkig. Dus dat zijn allemaal factoren die het voor mij ook gewoon belangrijk maken om ergens te zijn. Droom ik van het buitenland? Ik zal zeggen, als ik 40 ben en terugkijk op mijn carrière en ik heb niet in het buitenland gespeeld, dan ga je daar geen spijt van hebben. Ik vind dat ook net super mooi. Het zijn ook zo net, dat is nu een heel grote naam om mee te vergelijken, maar de totties van deze wereld en zo, over hier hebben we ook zeggen, dat is mooi dat die heel hun carrière, of bijna heel hun carrière, bij een club hebben gespeeld. Ik vind daar ook niks mis mee. Nee, ik vind dat ook niet. Het is niet omdat je niet, ik weet niet waar het gespeeld in het buitenland, dat je carrière niet zou volmaakt zijn of zo. Ja. Mislukt wou ik zeggen, maar dat is niet het juiste woord. Zeker niet in dit geval. Je moet dat zelf. Het is zelf hoe je dat aanvoelt. Dat is waar. Hans heeft misschien een paar keer de kans gehad. Het is dan om welke reden dan ook niet doorgaat. Gegaan, daar moet je eigenlijk geen spijt van hebben als je bij Club Brugge elk jaar voor de titel kunt spelen. Jaren aan een stuk, op het einde van de rit, gaat hem geen boterham minder moeten eten omdat hij niet in het buitenland heeft gespeeld. Hè. Dus, en hier in Knokke, wat moet je meer hebben? Dat is waar. Ja? Je redt 25 minuten, je bent in Brugge. Familie kort bij, je rijdt een keer naar Lommel. Mm-hmm. Kan soms wel wat ver zijn. Valt soms tegen, maar als je de juiste momenten kiest dan. Maar ja, dat is zo. Nu zitten we in een periode dat je als Belgische voetballer in het buitenland moet gespeeld hebben. Hè? Ja, dat is ook raar geweest. Maar oké, dat is fijn. En dat is goed voor de docu's en de noem ze maar op allemaal. Maar als dat dan niet is en je speelt bij een Belgische topclub. Niks mis mee, hè? Nee. Toch? Is die deur volledig gesloten? Of zegt je van, stel dat er ooit nog een... Ik denk dat je dat nooit kunt zeggen. Ja. Ik weet ook nooit als er ooit een jonge gast doorbreekt op mijn positie die het beter gaat doen of zo. Ik weet in het voetbal dat moeilijk in de toekomst kijken. Maar met dat contract te tekenen toen, dachten we wel van oké, dat was misschien de laatste kans op Premier League, was dat toen... Ja. Dat kan, maar je kunt dat nooit uitsluiten. Nee, ik nooit. Nee, dat snap ik ook wel. Ik weet ook nooit wat er in de club hier gebeurt. En ja, dat kun je niet voorspellen. Zijn we daarmee bezig? Nu dat je wat er eventueel hier kan gebeuren... Allee, ik heb het dan niet over jou persoonlijk, maar... Nieuwe eigenaars. Nieuwe baas. Maar het is in wat verschillende nieuws wordt verspreid. Dus eerst was het verkopen, dan Vincent die nu stopt. En dan blijkt dan toch dat... Bart dan toch niet zou willen verkopen. Dus het hele juiste verhaal ken ik eigenlijk zelf niet. Dus ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk ook heel weinig mee bezig ben. Ik probeer me gewoon te focussen op mijn ding. En dat is iets wat je toch ook niet in de hand hebt. Dus, Weet jij wat je zou doen na je carrière? Nee, totaal niet. Nee. En zo, want Frankie heeft tot het einde van zijn carrière bij Club Brugge gespeeld. Ziet jij jezelf zoals Jelle Vossen bijvoorbeeld nog bij Zoetwaarheim gaan voetballen? Of zeg je wel van... Ja, ook iets waar ik totaal niet weet hoe is mijn lichaam over 4 jaar. Is er nog een interessante optie om ergens te gaan spelen? Dus zo toekomstgericht denken. Ja, wordt dat moeilijk met een kerstcadeau? Ja, carrièreplan. Ik leef liever van dag tot dag. En dan zie ik wel. Dus, en ook zo, ik hoop toch nog 6 jaar te doen, zeker. Ja. Ja, nog wel even tijd om na te denken wat daarna komt. Dat is een feit. Ik zei het al in het begin van de aflevering, de kerstperiode is aangebroken. Dat is er ook aan te zien in de studio. En er is ook de periode dat de Pro League haar kerstactie ten voordele van United Belgium organiseert. Wat feiten jullie bij Club Brugge allemaal, naast truitjes? Ik denk dat jullie ook dat er een ontmoeting met de spelers te koop staat en met een icoon van Club Brugge. Ik heb dat opgezocht voor u. Ja, je hebt opgezocht. Ja, voilà, oké. Okay, ja, nee.
ook nog niet mee bezig. Nee, dat snap ik. Maar... Nee, ja, dus ik denk dat voor die initiatieven altijd leuk is om iets te kunnen betekenen of iets te kunnen doen. Dus als wij daar als speler of als groep of als club iets aan kunnen bijdragen, denk dat je daar verplicht aan bent om dat te doen. Ja, die kerstactie loopt van 15 tot en met 13 december. En een link naar het veilingsplatform, dat de mensen kunnen bieden op al die leuke specials en de truitjes uiteraard, die kunnen de mensen vinden in de beschrijving van deze aflevering op YouTube. Truitjes, Hans, daar heb je ook wel iets mee. Hè? Je bent een groot verzamelaar van shirts. Ja, hoeveel heb je er nu bezit vandaag? Ja, ik zou zeggen rond de 250, denk ik, ongeveer. 250. Ja. En dat is allemaal van mensen tegen wie je ooit hebt gespeeld? Het is, van, het is een vaak gewoon de ploegen waar ik tegen gespeeld heb, maar ook veel van ploegmaats die van andere clubs komen of zo. Ah, ja. Zoals we daar straks bijvoorbeeld Bas Dost hadden, heb ik kindje van Frankfurt. Ja, en ook spelers die hier vertrekken en naar een andere ploeg gaan, zoals Wesley van Aston Villa, ja. Ja, dan Nationaal Ploeg natuurlijk, ook die Interlands. Ook spelers van Nationaal Ploeg van bij hun club, dus zo komt je altijd wel aan. Dus er is altijd wel een link met u als je een truitje vaak wel. Ik ken ook nu wel, sta ook wel al in contact met een andere verzamelaar, ook uit Lommel toevallig. Ah, okay. Die echt, ja, die heeft er enorm veel, die heeft er denk ik over de 1000. En dan wilt hij bijvoorbeeld iets van Club Brugge hebben en dan ruilen we wel iets. Dus dan, met dat truitje heb ik dan niet echt een directe link of zo, maar... Dat vind ik ook wel leuk om te ruilen. Leuk, zoals op de speelplaats vroeger, zo Pokémon-kaarten. Maar dan heb je met truitjes. Dat is mooi. Heb je dan in uw huis er is een aparte kamer waar die allemaal uitgestald staan? Ja, of hoe gaat dat? Ik heb wel een soort kast laten maken voor ze in te kunnen hangen. Ja, dat wel. Dat je dat gedaan krijgt thuis. Dat is bij mij nog lang niet het geval. Ik heb 20 truitjes en die moeten toch allemaal gewoon in een doos in de kast, liefst. Dat is jammer, hè. Waar is het strafste exemplaar in je collectie? Ah, blijf voor mij toch Messi, ja. PSG, ja. Je hebt meerdere Messi's, heb ik mij laten vertellen. Ik heb ook een Messi van Argentinië, via dan die jongen uit het Lommel. Ah, dat is via die... Ja. En die heeft dus zijn Messi afgestaan voor een Hans van Haak. Ik heb was een ruil. Met, ik weet niet, ik heb een van mij nog iets erbij moeten doen. Dus die heeft gewoon enorm veel connecties. En ik denk ook gewoon mensen in andere landen die eraan kunnen komen en dan kunnen kopen. Of, die gaat telefoons krijgen nu, denk ik, nadat je dat vertelde. Dat weet ik niet. Ja, dat kan zijn, maar die jongen die heeft gewoon... Ja, als je een goed netwerk hebt, denk ik, en bepaalde mensen kent uit bepaalde landen, dan raak je denk ik aan veel shirts. Het is natuurlijk altijd moeilijk om te verifiëren. Is het een echt? Is het gedragen? Is het, is altijd lastig, maar hij is wel iemand die daar heel veel controle op doet en toch wel zorgt dat het de juiste truitjes zijn. En hoever gaat jij? Jij bent niet zelf of jij staat niet in contact met verzamelaars als het buitenland is? Nee, dat wel niet. Nee. Voor mij is het vooral eigenlijk de link met het voetbal gewoon. Ik zou eigenlijk, als ik geen voetballer was, ook niet weten hoe ik daaraan zou moeten beginnen. Ja. Je hebt er wel eentje met Mark van Bommel ook geruild. Ja, en daar heb je niet tegen gespeeld? Of? Nee, maar ik vind dat dan ook zo leuk als je tegen Antwerpen natuurlijk, maar dan ook coaches van tegenstanders die dan bij een mooie carrière gehad hebben. Mogen we wel zeggen. En dan heb ik via Jan van Damme, die hier kinesist geweest is. Hij is nu kinesist in Antwerpen. Ik vraag van, wil je dat eens aan de trainer vragen of dat hij daar ziet zitten of dat hij nog iets heeft? Want ook veel die nog... Hij heeft superveel, want zijn vader heeft een museum blijkbaar. Hè? Ja. Ja. Hij zei, heeft daar heel veel bijhouden. Hij heeft meer dan 500 shirts blijkbaar ook in een collectie. En dat zal ook wel... vader van Bommel afspreken voor een ruil. Ja, maar dan moet ik toch goed uit de hoek gaan komen. Ik denk dat daar wel wat exemplaren zullen liggen. Dus, maar zo van die dingen vind ik altijd leuk. Ik heb aan Frankie ook nog gevraagd. Ik heb er geen meer. Ah, ik wou het net vragen, heb je al een Van der Elst? Niet dus. Nee. Ja, dus als er mensen toch nog een Van der Elst in hun collectie hebben zitten en daar vanaf willen, mogen ze dat mailen naar shotcast@nieuwsblad.be en brengen wij in contact met... Was ze een doos liggen ergens? Dat vind ik ook jammer. Ik heb één Match Worn en er iets van Adriano. Van ik heb er ook nog een paar interessante. Oh, ik heb er nog eentje van Zidane liggen. Oh. Een kleintje. Ja, nee, dat was niet op een groot toernooi of zo. Of een, dat was een voorbereidingstoernooi in Marokko. Dat was Engeland, Frankrijk, Wijn, Marokko. Die er speelden. Wij moesten tegen Frankrijk spelen en na de match. Want dat staat er ook op dat truitje. Ah, ja. Toernooi. Dat is, ook altijd, dat is natuurlijk altijd mooi, want dan weet je dat meestal ook wel een echte... Een limited edition. Ja, ook wel. Maar die was door en door nat, Janko.
Je weet, Zidane, die zweette enorm. Hè. Ja, dat liep, dat liep echt zijn kin af zo. En heb je dat gewassen? Dus dat truitje, toen ik dat zo mee naar binnen reed, dat is waar. Dat was door en door en door dat van het zweet. En gewassen of niet? Ja, tuurlijk. Ja, nee, want blijkbaar, uw match warrants zijn niet gewassen. Jawel, alles is gewassen. Ah, want blijkbaar, ik ben er toevallig een stuk over aan het maken, dus verzamelaars hebben vaak niet zo graag dat die gewassen worden, want ze willen authentiek, het zweet en zo erbij. En dan doen ze dat blijkbaar om het DNA toch te verwijderen uit de truitjes, wassen ze die met UV-lichtstralen. Ja, dat is, volgens mij doen ze dat ook bij die match voor een shirt. Ja, de Pro League bepaald wassen. Een soort van wassen om het toch iets properer te maken misschien, maar het is... Ja. Als je natuurlijk een niet gewassen shirt krijgt en je kijkt naar... Er zijn altijd foto's van een wedstrijd en je ziet een speler met een vlek en uw shirt heeft ook dat vlek, dan weet je... Ja, dan is het echt. Dan weet je het. Hè. Dus daarom is dat verzamelaars vaak ongewassen shirt willen, maar voor thuis in de kast hangen. Je hebt dan een kast gekregen. Het is toch wel properder om ze daar gewassen in te hangen. Moet je nu vrouw ook nog iets geven? Ja, daarom. Wij mogen trouwens in deze aflevering ook een cadeautje weggeven. Ik zal er snel bij nemen. Het zit in de zak van Sinterklaas, wou ik zeggen. Maar het is de kerstman natuurlijk rond deze periode. Ja, het is uiteraard van Club Brugge. Ja, stop. Gehandtekend door onder meer Hans van Aken. Ik zal het even in de camera laten zien. Dan kunnen de mensen winnen door onder onze aflevering op YouTube hun eigen naam te reageren, of eender wat te reageren, en het kanaal van Nieuwsblad te volgen op YouTube. En dan gaan wij daar een winnaar uitkiezen die dit shirtje kan winnen. We gaan de komende dagen nog shirts weggeven, Frankie. Ja, ik denk het wel. Hè. We gaan toch nog bij interessante gasten. Gaan we hier nog over gaan? Dat weet ik nu niet. Maar ook interessante gast. Absoluut. We zijn wel stilaan rond voor vandaag. Hens, wat mag ik u nog wensen voor 2024? Daar heb je weer niet over kunnen nadenken. Nee, weer niet. Maar ik liefst vooral een goede gezondheid voor mij en mijn familie. Ik denk dat blijft altijd het allerbelangrijkste. En dan ons liefst sportieve titel. Of een beker. Dus prijzen alleszins. Goed. Mooie, Frankie. Nou ja, dat is zeer mooi. Maar dat moet Club ook doen, hè, Janko. Een beetje druk zetten. Hè. Hij hoopte ook echt dat jullie zouden... Ja, ik mag dat niet te laat zeggen, maar dat jullie een goed resultaat zouden halen, dat je hier een beetje gelukkig dat vind ik wel belangrijk. Dag na de match, Janko. Ik weet hoe ik me voelde dag na de match. Als we niet hadden gewonnen, ja, dan... Zou je dat wel hebben gezegd? Nee. Maar ja, dat is toch niet hetzelfde dan dat je zo'n belangrijke match hebt gewonnen met sorry. Maakt nu niet uit met hoeveel, maar dat is toch... Allee, ik denk dat ik er minder moeite mee heb. Ik kon daar niet tegen. Ik kan er nu nog niet tegen. Nee, verliezen, zo. Nee, dat had ik het toch moeilijk mee. En als trainer nog veel erger. Dat vond ik eigenlijk... Dus daar ben ik een beetje op afgeknapt als trainer. Zo. Dat verliezen, zo dat gevoel dat je... Ja, als speler verliezen, dan heb je nog je zit nog in een groep. Mm-hmm. En dan verwerk je daar een beetje samen. Als trainer had altijd zo'n gevoel dat je alleen stond. Weer ook tegen al was dat niet zo, gaan zagen. Ik had ook in Lommel een goede staf met Philippe Hagedoorn en Paul Peters en... Eddie. Dus dat was echt een goede... Maar toch had ik altijd dat gevoel van, nee. Als speler ook, maar iets minder. Dus maar ik zou niet zo... Allee, ik zou toch met een ander gevoel hier gezeten hebben. Maar goed dat jullie gewonnen hebben van Gent. Ja. Goed, voilà. Merci Frankie, merci Hans. Bedankt aan alle mensen hier achter de schermen voor de ondersteuning, want ze zijn met veel vandaag. En aan de mensen, bedankt om te luisteren. Luister ook zeker naar onze andere specials in de feed van Shotcast. En tot volgend jaar.